boodschappenleerentjes van Justice Beckham. Het is ook weer een gloednieuwe aflevering van de UPAEL. Oh wacht, ik zal even het goede team kiezen. Dat lijkt me wel zo'n goed idee. Deze moet ik natuurlijk hebben. Accept. Oké, het is tijd om mijn gevecht te doen tegen MVV Trico. En wat ik heb voorspeld zijn niet echt de Pokémon's geworden volgens mij die heeft gekozen. Oh, ik heb er drie van de drie heb ik goed. De andere drie moet ik zo meteen nog even aanpassen. Waar zal ik eens mee beginnen? Zal hij met Heatran beginnen of zal hij met Salamence beginnen? Ik hoop niet met Salamence. Laat ik Azumarill kiezen. Laat ik Azumarill kiezen en dan gaat Benet, die moet verwijderd worden. Ja, en de Chandler moet verwijderd worden, ja. Oké, hij gaat voor de Cradilly. Ja, waterval is het beste idee, denk ik. Ja. Oh, dat was heel dom. Wat had hij? Stormdrain, oh dat is gay. Dat is gay. En ook nog eens Protect. Wat een anus. Oké, laat ik eens even kijken. Ik moet even voor hem nog één. De Flygon moet ook weg. Oeh, daar was hij wel bijna dood. Even kijken. Ik heb geen aanval dat ik eerder mag, hè? Oeh, die was zuur. Die was zuur. Hij heeft één van mijn Pokémon's gedood. Electric Steel. Ja, als hij eerder is, hij zal wel snel zijn, hè? En Mega Beedrill is niet zo heel, niet snel genoeg in ieder geval. Dan gaan we Seismitoad maar pakken. Voor de zekerheid maar Drain, Janet. Oké. Dat was geen vervelende keus. Alleen even wel een grass Pokémon of gras toch? Ja, rockgras. Oeh, wat zal ik wel eens doen? Crabar, Amenable, maar. Even kijken, zijn Flygon hier moet ook even gedelete worden, ja. En dan moet ik even Pokémon gaan toevoegen, maar ik moet ook druk eventjes zo doen. Cradilly toevoegen. Ik heb zijn Salamence gekild, dat was grappig. Dat was grappig, dat ik zijn Salamence heb gekild. Even kijken. Hij gaat voor Sceptile, wat ik ook apart vind. Oh, dat is lullig. Dat is lullig. Dat is erg lullig. En Tedama. Ja, ik kan Z-Power doen, maar... nee, durf ik niet aan. Ja, zie je? Oh, nu doet hij zijn water Pokémon. Dat had ik moeten predicten natuurlijk. Ik kan Extreme Speed doen, maar dat is niet handig. Dan kan ik beter... Oh ja, hij is ook rock. Daar heb ik niet over nagedacht. Geen wateraanval. Oeh, ja. Ja, dat was dom. Dat was heel dom. Stupid. Dat was heel stupid. Oké. Ja. Nu wordt het wel erg lastig om nog een Pokémon van hem te gaan killen. Maar ik ga mijn best doen. Mega Evolution, Potion Jab en dan hoop ik dat hij een Sceptile gaat. Oh, nee. Dat is echt lelijk. Hij is natuurlijk een Steel Pokémon. Ja, doe dat maar zo. In de afbeelding. Oké. Bladeren. Salamence. Ja, ik zit er niet zo in. Dus daarom is het voor mij ook nu erg lastig om een... om deze battle nu eventjes zo uit het niets even te gaan doen. Maar even kijken, laat ik Sculpt dan maar doen. Oeh, Z-Move. Ah, dat is lelijk. Gloom doen? Wat is dat voor een aanval? Nou, ik wist toch dat het ging gebeuren, dus dan is het niet zo heel erg. Maar ja, toch is het wel jammer. Ja. Ja, dit heeft al geen zin meer.
doe maar extreme speed dan. Ja, doet ook niet zoveel damage. Dat zat er natuurlijk wel in. Afbeelding, oké. Okay. En wat heeft hij dan nog meer meegenomen? Oh ja, met mijn zoon natuurlijk. Die bitch, dit zat hij natuurlijk nog meegenomen. Die had ik ook echt niet verwacht dat hij die mee zou nemen. Een beetje laat nou, want de battle is al over, maar... Het heeft allemaal niet heel veel zin, hè. Oh, nice. Oké, ik heb in ieder geval een Pokémon erbij gekilled. Dat is in ieder geval fijn. Hij zal niet in Cradilly of Sceptile gaan. Dus met Magnezone ben ik genaaid. Ja, ik ben sowieso genaaid, maar het was toch leuk. Nou, hij gaat wel in Sceptile, oké. Oké, ik leef nog. Nice, nog een Pokémon dood. Dit is alleen maar gunstig. Dit is alleen maar gunstig. Ik ben niet ontevreden hierover. Ja, nu maakt het niet zoveel meer uit. Ja, wat kan ik het beste doen? Potion Jab, maar... Ja, jammer. En nu ben ik wel dood, hè. Ja, nu ben ik dood. GG, well played. Goed gespeeld. Het is toch... hij heeft toch 3-0 gewonnen. Dus ik vind het oké. Okay. Ik had niet verwacht dat ik het zou winnen namelijk. Ik doe alleen maar mee voor de fun. Zoals de vorige aflevering ook al zei. Maar ja, toch goed van hem dat hij... ik ben heel blij dat ik nog 3 Pokémon heb kunnen killen. Dat had ik niet verwacht. En dan met een heel klein beetje geluk had ik met Beedrill... ook deze nog verslagen, maar dat werd wel lastig. Dus bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik moet eventjes bedenken hoe ik het makkelijk ga doen met die Pokémon's, maar dat is bijna niet makkelijk te doen, omdat je van tevoren natuurlijk nooit weet wat er wordt meegenomen. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze match, en dan zien we jullie bij de volgende match. Adios, amigos.